Peter Ooster ineens. Hey! Hoi allemaal, ik ben Isa, ik ben 16 jaar oud. Ik zit op de opleiding Mediamaker. Bij Mediamaker leer je ongeveer boekjes maken, folders, flyers, allemaal van dat soort dingen. Nu bedenk ik me trouwens dat ik mijn folder, mijn brochure voor beroep ben vergeten, ook heel slim. Nou, we hebben net dus Engels gehad. Het is redelijk. Zometeen hebben we een beroep. Ik probeer daar ook wat dingetjes te filmen, maar dat zal vrij lastig zijn, want ik weet niet of het daar mag. Omdat, ja, beroep, daar word je vooral beoordeeld op hoe je werkt. Dus ik weet niet of ik daar mag filmen, maar ja, anders zien jullie het vanzelf wel. Nou, oké, ik ben bezig met het maken van een logo van Gerard Travel. Dat is voor een opdracht van beroep, want we gaan een hele mooie brochure maken, maar zoals je ziet, de kleur die is nog niet helemaal goed en die komt niet helemaal goed over. Ik schiet best wel op, heel erg. Dit is de derde les dat we hier aan zitten, tweede, derde, zoiets. Maar ik heb 12 pagina's, ik ga een beetje te snel. Maar op zich vind ik het wel leuk om te doen. Natuurlijk moest ik iets van Disney erin zetten, want ja. Als Disney fan kan je moeilijk geen Disney pakken. En natuurlijk, dit fantastische Marvel Hotel moest er ook in. Als Marvel fan dan kan je dat moeilijk niet doen. Dus we zijn bezig met hele teksten erin zetten met hoe en wat. En ik heb gekozen voor deze layout. Omdat ik het altijd leuk vind om te zien zo'n grote foto ernaast. En dan hier zo wat kleine foto's. En het aantal sterren wat hij heeft. Dat is ook altijd heel belangrijk in een reisbrochure. De achterkant weet ik nog niet wat ik daarmee ga doen. Geen idee. Als je ideeën hebt, laat het weten. Oké, we zitten nu bij date B. Ik doe het eventjes met een voice-over, want ja, het was niet zo heel handig om te praten in de klas. Nou, dat is het logo wat ik heb gemaakt. Een hele mooie kaart van Dieren gaan de blijbeest. Hier zie je twee andere logo's die ik heb gemaakt. Ik weet nog niet welke ik ga pakken, dus laat weten welke je het leukst vindt. Ik vind zelf deze, maar wat vinden jullie? Oké, het is dus nu weer de volgende dag. Vandaag, of nou ja, gisteren heb ik niet heel veel gefilmd. Want ja, het was de eerste keer een beetje wedden, een beetje... Ja, nou oké, we gaan vandaag gewoon opnieuw beginnen. En we hebben sign en... Wat hebben we nog meer? DTP? Nee? Ik weet het rooster ineens. Ik weet wel dat we om 7:45 moeten beginnen. Oké, we hebben sign, sofa... Oh, die opdracht heb ik geen eens gemaakt. Ik ook niet. En LOB. Ik zeg altijd LOB. Wat zeggen jullie? LOB of LOB? LOB. Laat het even weten. Laat het weten in de comments. Laat het weten in de comments. Ja. En als je toch in de comments bent, daarboven is een hele mooie abonneren knop. Dus klik daar ook op. Het is 8 uur 's ochtends en wij zitten aan de lolly. Aan de suikers. Aan de suikers. Ja. Dat is info die je wil horen natuurlijk. I know. Oké, ik ben bezig met de poster voor Stein. Ik vind hem zelf wel gaaf geworden. En ja, ik heb net nog eventjes hier zo wat witte randen weggehaald. Ik zie juist nog een klein dingetje, maar ik vind het op zich prima. Ik ga hem zo afdrukken en ik mag er 2, dus daar ben ik heel blij mee. Ja. Nou, hier wordt dus een poster geprint. Dit is niet mijn poster, die is van iemand anders. Mijn wordt zo gedaan, maar ik krijg het heel lang wachten, hoe die zit. Ja, het duurt heel lang. Ja. Yeah. Hier straks komen. Hey! Oké, hij is nu aan het printen. Op zich was sick toch, denk ik. Superleuk om jullie vandaag mee te nemen in mijn lesdag. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. Vergeet zeker niet te abonneren, te liken en volg ons op Instagram @geoinsiders. Laat weten wat jullie allemaal willen zien van de opleiding Mediamaker. Doei!